Ze is vandaag de trotse bezitter van dit prachtige, mooie effect. Ik sprak Leon van de Dynamite-shop en die heeft hem even opgestuurd naar René, Leon, Poppy. Fluwelen blauwe zakje. En wat erin zit, is eigenlijk nog veel mooier. Want, wat zit erin? Een houten plankje. In dit houten plankje, ik zal even kijken of ik het even goed kan laten zien, zitten drie gaatjes. Drie gaatjes aan de ene kant en natuurlijk drie gaatjes aan de andere kant. Die lopen door en door. Wat kun je daarmee doen? Ik kan natuurlijk aan iemand vragen van, kunt u deze gaatjes goed zien? Nou, is het nou wat minder dat ze het kunnen zien? Dan kunnen we daar misschien een oplossing voor zoeken. We kunnen nu natuurlijk twee dingen doen. We kunnen ze naar Hans Anders sturen voor een bril. Of we doen er een klein beetje goochelzout over. En dan is het eigenlijk al gebeurd. Kijk, ik haal hem eruit. En dan heb ik dus wat drie grotere gaatjes aan de ene kant en drie aan de andere kant. Nou, als dit nou nog niet echt goed zichtbaar mocht zijn, kunnen we nog één stapje verder gaan. Althans proberen we een beetje een goochelzout eroverheen. En als het dan goed is, kijk, dan hebben we hier dus de drie grotere gaten aan de ene kant en drie grotere gaten aan de andere kant. Dit was eigenlijk, het was eigenlijk niks meer en niks minder. Het is prachtig mooi gemaakt en ik zou zeggen, gewoon een heel fijn weekend.